De vloer is het fundament van het huis. Het is daarnaast ook een belangrijk sfeerelement. De keuze in materialen is enorm en daardoor niet even gemakkelijk. We gingen langs bij een van de aanhuiswinkels voor meer informatie. Onder duurzame vloeren verstaan wij CO2-neutraal geproduceerde vloeren met de focus op de grondstoffen uit Europa. Hierdoor is er minder transport nodig en minimale belasting voor het milieu. Er wordt bij een duurzame vloer niet alleen maar gezocht naar een recyclebaar en herplaatsbaar product, maar ook naar hernieuwbare materialen. Hernieuwbare materialen zijn materialen welke op natuurlijke wijze weer aangroeien, zoals rubber, hout, kurk of andere natuurlijke vezels. Er zijn diverse verschillende duurzame vloeren. Kurk, kurkprint, marmoleum en fibrano. Ze hebben allemaal een HDF-drager en een kurkonderlaag. Kurk is zeer comfortabel, warm en prettig qua akoestiek in de leefomgeving. De vloeren zijn zonder verlijming eenvoudig te installeren. Hierdoor is deze vloer nog steeds herplaatsbaar. Het is belangrijk om een duurzame vloer te overwegen. Ten eerste omdat het mooie vloeren zijn. En ten tweede hebben wij een verantwoording naar onze generatie nu, maar zeker voor in de toekomst. Door een duurzame vloer te overwegen, ben je bewuster bezig met onze planeet. Duurzaam geproduceerde vloeren zijn trendy en afgestemd op de wensen van de klant. Ze zijn net zo sterk en comfortabel als niet duurzaam geproduceerde vloeren. Ze zijn geproduceerd in Europa onder de strengste eisen en normen. Alle duurzame vloeren kunnen worden toegepast in combinatie met vloerverwarming. Dit komt door de stabiele HDF-kern en de sterke klikverbindingen, waardoor de warmte goed wordt doorgegeven naar het vloeroppervlak. Hierdoor zijn er dus ook bij duurzame vloeren geen beperkingen ten opzichte van gewone vloeren. Duurzame vloeren zijn vergelijkbaar in prijs met reguliere vloeren. Doordat de vloeren in Europa worden gefabriceerd, zijn er minder transportkosten en door de Europese verbondenheid zijn er kortere leveringen ten opzichte van de vloeren uit de rest van de wereld. Het blauwe label staat voor de meest duurzame optie die mogelijk is op het gebied van vloeren. Hierbij wordt er gedacht aan de duurzame grondstoffen en de CO2-neutrale productie. De vloeren worden geproduceerd in Zwitserland. Hier staat de zelfvoorzienende fabriek. Samen met de klant wordt er gekeken naar de gehele productontwikkeling en worden de volgende vragen vooraf gesteld. Waar komen de grondstoffen vandaan? Welke natuurlijke materialen worden er gebruikt? Wat zijn de technische voordelen van het product? Wat gebeurt er achteraf met de vloer? En wat is de gehele ecologische footprint van het materiaal? En op deze manier wordt er samen met de klant gekeken om de beste en duurzame collectie samen te stellen. De duurzame vloeren zijn voorzien van een biologische toplaag. Dit betekent dat groot onderhoud in eerste instantie niet nodig is. Mocht dit uiteindelijk toch nodig zijn, dan zijn er altijd nog de daarvoor bedoelde onderhoudsproducten. Denk daarbij aan vlekkenspray, dweilproducten en poetsproducten. De trends en ontwikkelingen in duurzame vloeren zijn digitaal geprinte vloeren. Deze digitaal geprinte vloeren zijn superscherp, oneindig in mogelijkheden en hebben geen beperkingen en zijn niet meer van echt te onderscheiden. De consumenten en bedrijven zullen in de toekomst steeds verder gaan zoeken naar duurzame materialen. Ze zullen nog meer gaan kijken naar plasticvrije materialen, welke in Europa geproduceerd worden en bijdragen aan een circulaire economie. Zou jij een duurzame vloer willen? Neem dan een kijkje op de website voor meer informatie.